Welkom jongens, eerste paasdag, zondag, zonnetje schijnt en wij zijn hier in Venhuizen, oldtimer event, ons eerste event en vroeger heb ik altijd gezegd, er komt een dag dat wij op een dag met onze auto's op een event staan. Zeker. En de dag is vandaag. En niet met één, niet maar met twee. Vijf. Oh, vijf. Morgen komt er nog één bij, dus kijk lekker mee, kijk naar de mooie auto's en subscribe, like op onze channel. Niet ervan inderdaad. Jullie zien het ook, Mina is weer terug, eindelijk. Hè? Al terug. Die video's alleen. Zie ik lekker bruin uit en zo, lekker van Thailand. Zeker. Maar het zonnetje hier schijnt ook heerlijk. Het is heerlijk mooi, weer, het is niet koud. En we gaan lekker mooie auto's voor jullie filmen. Zeker weten. Nou jongens, een mooie Peugeot 404. De allereerste auto die mijn ouders hebben gereden in Irak. Dus deze moet in de collectie komen. En wat voor auto kwamen we gisteren tegen op Marktplaats, Vincent? Gingen we daar bieden. Mooi wit, mooi interieur. Het was een beetje cremig interieur, een beetje lichter kleur dan deze. Dakraampje zat er ook bij inderdaad, was tweede eigenaar. En mijn handen zijn aan het jeuken. Gaan we naar Terneuzen morgen? Gaan we hem ophalen? Ja, ja, ja. Maar een prachtige voor in de collectie en ook leuk voor de verhuur. Betekent gewoon dat we moeten kopen. Een Carmangia, die we ook waarschijnlijk bijna gingen halen voor een collectie. En hij was ook rood. Ja, ook een leuke Volkswagen.
ben benieuwd of je ons kan horen. Staat er al op hoor. Thank you.
We gaan binnenkort nog even bij hem langs. Gaan we alle details er even opzetten. Nou, de Bassie en Adriaan herinneringen komen omhoog, denk ik. Tractoren, nog wat motoren zag ik staan volgens mij. Van alle markten thuis. Wat ik al zei, ze hebben niet alleen maar auto's staan, maar ze hebben eigenlijk van alles wat staan. Kijk, mooi Trojan. Iedereen klaar met de thee. Ik zeg. Genoeg te eten te krijgen ook natuurlijk. Fiat 850. Zo, de volgende hal. Hal nummertje 3 volgens mij. Ook mooi hoor. Komt er ook nog ooit bij ons bij, als we een betaalbare kunnen vinden. Zo mooi voor ons om dagelijks in te toeren. Of niet? Zo mooi voor ons om dagelijks in te toeren. Ja. Heb je dat mooie busje gezien? Ja, die heb ik zeker gezien. De restauratiefoto en zo? Nee, die heb ik niet gezien. Mooie Audi 80L. Er staat er weer eentje. Kijk, voor de kinderen. We kunnen ook even lekker rondracen.
Die moet je ook bezighouden natuurlijk. Ik ben Mina alweer kwijt en Stitch. Oh, niks vergeten natuurlijk. Mooie dag, Wies, dag 33. Gewoon nu in de Opel Hall. Hier hebben we zelf ook wat auto's staan. Kijk, daar zit hij hoor. Heb je meer? Heb je meer? Stitch wil even uitrusten. Huh? Stitch wil even uitrusten, ja, ja. Opel al, hier hebben we twee Opel staan, Opel City die van ons is. Zo, dat is het mensen, een nieuw bedrijf starten is gewoon goed promoten natuurlijk. En hij ziet er gewoon super mooi uit, natuurlijk. Kijk, een cadet van ons staan. Ons Opel Kadett. Nog een Opel Kadett. Nog een Opel Kadett, maar een hele oude. Wel heel mooi. Is dat mooi, hè? Metalen dashboard. Mooie details. Kijk eens hoe leuk. De mooie details. Hoi. Gisteren nog met de eigenaars aan te praten. Hele unieke Opel Kadett. De Aero. Zijn er maar een 1200 of 1500 van gemaakt. Heel uniek natuurlijk dit open dak zo. Mooie Opel van dezelfde eigenaar. Hij woont ook bij ons in de buurt, dus daar gaan we binnenkort nog wel even langs. Om de auto's goed op beeld te zetten en om meer details over de auto's te krijgen natuurlijk. Onderdelen, boeken. Er zit kleding. Kijk eens, een plaatje hier staat. Hele mooie kar, man. Mooi crème interieur. Heel veel variatie weer. Mooie Triumph Spitfire. Kijk, een van mijn dromen. Ja.
palm. Kijk, staat onze keven. Mooi plekje gekregen hier, onze mini. Bekend gezicht. Onze mini cabrio. En onze speedster natuurlijk ook neergezet. Mooi t-shirt heb je aan, man. Staat erop. Ja, moet je even scannen aan de code. Scannen. Dit is de truck racebaan, heb ik begrepen. Ik me herinner aan mijn oude baan wat ik jaren heb gedaan. Ja. Nu niet meer? Nee, nu niet meer. Nee, jaren niet meer, nee. Alle soorten content. Genoeg te doen in ieder geval. Overal staan nog mooie klassiekers verstopt. Dit is toch mooi, hè? Mooie setup. Hebben we hier nog de hal met de brommers en de motors. Daar gaan we natuurlijk ook even een rondje lopen.
apart. Dan hoor, biertjes tijd. Dat moet ook gebeuren, hè? Je hebt me al 5 van die folders gegeven vandaag, man. Ik heb er al genoeg. Zijn we er even lekker buiten. Ik zal er even een nieuw rondje lopen, want ik denk dat er alweer wat mooi staan. En ik zie hier gelijk alweer wat staan, dus. Gaan we gewoon weer even een rondje lopen. Kijk, dit is allemaal bekend voor. Dit stond de vorige keer ook op de USA meeting in Oosterhout. Het blijft mooi natuurlijk. Kijk, aan een mooie Volvo.
is het leuk. Een cabrio uitvoering. Dat is normaal uniek hoor. Het staat weer genoeg nieuws. Ik denk als ik over een uurtje weer een rondje ga lopen dat het weer allemaal veranderd is. Mooie lotus. Zo laag. Het zit wel behoorlijk aan de grond. Dikke Camaro. Wil je nog een hal? Ik zal het chroma moeten poetsen. Kijk eens. Thunderbird. Thank you.
Staat van alles vandaag, zoals ik jullie al zei, van zelfs een paar mooie lege voertuigen. Even de details. Ja, zo is het inderdaad. Altijd mooi om te zien, variatie. Ja, dat is er niet zo. Ja, zeker. Zo, wij hebben wel weer van alles gezien vandaag. Supermooie dag gehad, jongens. Heerlijk weten. Heel druk, veel mensen. Morgen veel variatie nog ook, veel variatie. Veel variatie. Eentje die er eigenlijk niet tussen hoorde. Dus ja. Dat was een beetje verdwaalde. Moet je niet zeggen, hè? Mag niet. Dan moeten we weer knippen. Knip, knip. En wij gaan deze video gewoon afsluiten. We gaan natuurlijk meer van deze video's maken. Volg ons kanaal natuurlijk. We zien jullie morgen weer. Morgen staan we hier met de Dodge Dart. Dan gaan we gratis iedereen meenemen voor een rondje. Zeker. Wat mooie drone shots maken. Ja, en, ja. Mooi afsluiten voor deze dag. Like, subscribe op onze channel. En we zien je in de volgende video, jongens. Zeker weten. Bye. Later.